Ieder jaar is op zaterdag, voorafgaand aan Vastelovend, de Venlofse binnenstad het toneel van de Boetegroene Boetezitting. Tienduizenden Vastelovensvierders uit Limburg en omgeving bezoeken dan de stad. We starten weer met het ontvangst van de trein vanuit Limburg. Overigens de langste gecharterde trein die in Nederland rondrijdt. Waar 1250 tot 1500 bezoekers vanuit Zuid-Limburg Venlo komen bezoeken. En uiteraard komen er ook weer mensen vanuit de andere windhoeken weer ons gezellig binnenstadje feestvieren die dag. De voorbereidingen starten al eerder. Dit kan natuurlijk voor overlast zorgen. Op donderdag gaan we beginnen eigenlijk met de podia's in de binnenstad. Het postkantoor dat wordt al op woensdag gebouwd. Je hebt daar een breder plein, minder overlast voor de omwonenden. Maar de pleinen waar wij denken dat er overlast komt, hebben we overleg met alle omwonenden en ook de café-uitbaters. En proberen daarin in onderling overleg zo goed mogelijk tot een bouwschema te komen. De hele binnenstad is één groot feest en ja, wij adviseren eigenlijk voor de bewoners, omwonenden, pak vooral niet je fiets, want je moet met je fiets tussen de menigte naar buiten, maar je moet ook weer naar binnen, probeer alles te voet te doen voor de bezoekers die de binnenstad intrekken. Probeer zoveel mogelijk wagens, kinderwagens, karren en dat soort rijtuigjes te vermijden, want dat is een heel gekruip tussen de mensen, dus doe het lekker te voet. Het kan zijn dat winkels gesloten zijn. Voor meer informatie kunt u terecht bij de organisatie. Maak ook gebruik van de BBZ-app. Goed om te weten is dat er een app te downloaden is waar in ieder geval vooraf heel veel informatie op staat. Zoals de programmering van alle podia, dus welke artiesten er op welk podium optreden. Ook goed om te weten hoe laat dat er een podium start met de aanvang van de programmering. En tijdens de dag hebben wij overal matrixborden hangen waarop de meest actuele informatie verschijnt. Zoals bijvoorbeeld dat het plein vol is, verwijzen wij ook automatisch door weer naar een plein waar nog wel ruimte is. Op de site van de Boetegroene Boetezitting is alle informatie te vinden. Restaurant Prins Bernhard is van maandag 9 februari tot en met zaterdag 14 februari ingericht als informatiepunt.